voordat we gaan kijken naar de aanbevelingen en het verbetervoorstel, is het misschien handig om eerst te kijken naar de probleemstelling van het onderzoek en ook de onderzoeksvraag. In dit geval luidt dat, hoe kan de Mediamarkt Zwolle een gastvrije onderneming creëren? Nou, hoe heb ik de gastvrijheid van de Mediamarkt Zwolle getest of onderzocht? En dat heb ik gedaan aan de hand van een observatiechecklist. Ik heb puur gekozen voor een observatiechecklist, omdat hierin het consumentengedrag goed naar voren komt. Aan de hand van een enquête kan het nog wel zo zijn dat de klant in kwestie sociaal gewenste antwoorden geeft. En daarom heb ik gekozen voor een observatiechecklist. We hebben eerst gekeken naar de route die de klant neemt. En of het routingsysteem van de Mediamarkt Zwolle nog wel goed is en nog wel relevant is. En als tweede heb ik gekeken naar of de klant een runshopper of een funshopper is. En in het geval van een runshopper is het een klant, althans een bezoeker, die een klant wordt. Dus die gericht op zoek is naar een product. Derde is hoe lang het duurt voordat de klant wordt gegroet of begroet. Dat is wel heel erg belangrijk. In dit geval gaat het hier juist om die gastvrijheid vanuit het personeel. En ook het vierde punt. Hoe lang duurt het voordat de klant wordt aangesproken of hij geholpen kan worden? Dat is wat anders dan het groeten. Maar het is ook zeer belangrijk voor de gastvrijheid. Nou, daarnaast zoekt de klant een product op ooghoogte, grijphoogte of bukhoogte. En stel nou dat de klant niet is begroet en niet is aangesproken of hij geholpen kan worden, dan is het belangrijk om te kijken van hoe lang is de klant bezig een medewerker te vinden. Ook zeer belangrijk voor de gastvrijheid. Kan de klant het product vinden die hij zoekt? Nou, dat kan te maken hebben met dat het gewoon een gerichte klant is, dat hij snel het product pakt en naar de kassa toe loopt, of juist eerst in gesprek gaat met de verkoper. Nou, stel dat hij een keuze heeft kunnen maken, is het product ook op voorraad? Dat heeft ook allemaal te maken met de gastvrijheid. En als laatste, koopt de klant het product? Niet geheel onbelangrijk voor de conversie, ook voor de transactie. Nou, het resultaat van het onderzoek, van de observatie, is eigenlijk dat de begroeting en het aanspreken van de klant niet altijd gebeurt. En het gebeurt eigenlijk 50-50 dus. 50% van de klanten worden wel begroet en worden aangesproken of ze geholpen kunnen worden. En de andere 50% niet. En dat is een heel belangrijk punt wat meegenomen wordt in het verbetervoorstel. En wat ook juist te maken heeft met die gastvrijheid. En wat ervoor kan zorgen dat die conversie verhoogt. Nou, wat er in het verbetervoorstel staat als aanbeveling heeft uiteraard natuurlijk heel erg te maken met die gastvrijheid. Dat heeft heel erg te maken met wat er in het observatie heel erg naar voren kwam. En dat heeft te maken met die begroeting, met het aanspreken van de klant. Nou, nu is het zo dat de Mediamarkt een Mediamarkt Academy heeft. En dat is een platform waarbij het personeel trainingen kan volgen. Nou, als ze die training hebben behaald, dan krijgen ze een certificaat. Is allemaal heel leuk en aardig, alleen die Mediamarkt Academy is nu nog volledig gericht op producttraining. Nou, producttraining, dat is op zich heel belangrijk, want kennis is macht. Alleen, nu verkeren we in een situatie waarin de detailhandel heel erg baat heeft bij het personeel, wat ook heel erg gastvrij is, wat een stukje hospitality in zich heeft. Nou, mijn aanbeveling is, creëer nou en ontwikkel nou trainingen voor het personeel wat te maken heeft met gastvrijheid. En wat is gastvrijheid in de detailhandel? En hoe kan het personeel daar het beste mee omgaan? Juist dan verhoogt dat ook de conversie en de transactiewaarde. Dat is mijn grote aanbeveling. Hoe kunnen we zo'n aanbeveling meetbaar maken? Dat kunnen we aan de hand van een mystery shopping doen. Een mystery shopping, dat is eigenlijk niets anders dan dat een klant, althans een bezoeker, zich voordoet als een klant en eigenlijk het personeel beoordeelt. En in dit geval moet de mystery shopping dan ook volledig gericht zijn op
de gastvrijheid vanuit het personeel naar de klant toe. Alleen dan kunnen we goed meten of die training ook daadwerkelijk zin hebben. Dus aanbeveling is voornamelijk die trainingen en om het meetbaar te maken, mystery shopping.